FC Groningen 3 gespeeld. 3 punten na de overwinning van vorig weekend in Doetinchem. Dankzij de goal van Michael Breij. PEC Zwolle 3 gespeeld. 0. Ondanks een prima tweede helft tegen PSV. Verdiende het meer, maar verloor het. Voor de derde keer op rij, zo aan het begin van het seizoen. Vandaag een ander PEC Zwolle, andere spelers. Met basisplaatsen voor Lam en voor Paal. Hoe gaat dat uitpakken vandaag hier op bezoek bij FC Groningen? Groningen in dezelfde formatie als in Doetinchem. De nieuwe aanwinst, spits Yannick Pohl, begint op de bank. Net als Mahi, die weer fit is. Maar Mahi is niet fit voor een hele wedstrijd. Hier gaat Van Duinen. Roestic in de achtervolging. Mike Van Duinen, lastige hoek. Redding Sergio Pat. Miste vorige week al vroeg in de wedstrijd de strafschop tegen PSV Van Duinen. Maar speelde wel een goede wedstrijd in de tweede helft. Hij deelt handtekeningen uit. Juninho Bakuna kreeg zijn afscheid kort voor de aftrap. Memisevic speelt dus weer centraal achterin samen met De Wierik. Jeffrey Chabot, de Duitser die overkwam van Sparta, opnieuw op de bank. Hier is de kans voor FC Groningen om de score te openen. Maar die kans laten ze liggen. Warmerdam had hier zijn oude club PEC Zwolle pijn kunnen doen. Hele goede loopactie van Warmerdam. Op waarde geschat door De Wierik. Knap meegenomen met de borst. Lam kan eigenlijk alleen maar volgen. Belangrijke redding van Van der Hart. Van De Wierik. Oh, dit gaat ook bijna mis. Easy Boué had totaal niet in de gaten waar Van der Hart was. Oh, hij is nog steeds aan het rondwandelen. Juninho Bakuna. Roestic, De Wierik. Nu het duel tussen Cachera en Van der Berg. Van den Berg kan geen overtreding maken, want dan komt er een grote straf. Het schot uiteindelijk voorlangs van Warmerdam. Begon natuurlijk met die goede actie van Cachera. Hier had Sepp van den Berg het moeilijk. Heeft de spitsen hier natuurlijk vast. En daarna is de 1-2 goed tussen Warmerdam en Breij. Namli legt hem klaar voor Leemans. Niet ideaal. Van Krooi. Ga maar door, zegt de scheidsrechter. Zeefuik. Opgepikt, Michael Breij. En hier, Warmerdam. Ja, driemaal een scheepsrecht wilde ik zeggen. Derde kans voor Warmerdam. Groningen krijgt nog altijd de beste mogelijkheden. Weer Warmerdam. Mike De Wierik. Overtreding. Jean Rowe, dat is niet zijn eerste. En dus komt er een gele kaart. Het is ook een overbodige overtreding. De bal al gespeeld. Clint Leemans. Met de hoekschop. Weer was daar Easy Boué. Cachera krijgt de schop op zijn knie. Doan, er is ruimte voor Groningen. Warmerdam is onderweg met grote passen. Werd niet echt lekker aangespeeld door Doan. En geel voor Kenneth Paal. Voor die overtreding op Cachera. Goed van Joey Coy, de scheidsrechter, dat hij gewoon liet doorvoetballen. Maar hij zag de overtreding niet over het hoofd. Daar de linksback van vorige week tenminste. Toen begon hij nog van Polen. Dat is een rare trap. Maar hier kan vrij worden uitgehaald door Handwerker. Dat moet hij beter kunnen. En je voelt toch wel dat de spanning er flink op zit bij beide ploegen. Nou, die matige, slechte start in het geval van PEC Zwolle van het seizoen. Groningen wint de bal hier. Doan. Zeefuik. Nu de versnelling langs Paal. Dan moet de voorzet een keer goed zijn. Geen onaardige bal richting Warmerdam. Het schot van Roestic.
Wie gooit de schroom van zich af? En wie gaat er wat vrijer voetballen? Eziboué komt ver. Leemans. Het is in ieder geval een schot tussen de palen van PEC Zwolle. Daar zijn er in de eerste helft niet veel van geweest. Bijna rust in Groningen. Eziboué. Lam. Maakt uiteindelijk precies de verkeerde keuze. Een handwerker die de bal over de achterlijn wil laten rollen. Wordt nog even geraakt door Jean Rowe, die Australiër moet af en toe oppassen. Kreeg al een gele kaart van scheidsrechter Kooi. En krijgt dat nu ook te horen. Gebruik je verstand. Want bij de volgende overtreding ben je aan de beurt. Hij is dus nieuw in de tweede helft bij PEC Zwolle. Maakt zijn debuut Gianluca Scamacca, Italiaan, 19 jaar. En hij gaat in de spits spelen bij PEC Zwolle. Jean Rowe, die dus geel kreeg en zelfs dicht tegen een tweede gele kaart aanzat, is in de kleedkamer dus achtergebleven. Nou, werd vastgehouden door Dekker. Ja, nu fluit de scheidsrechter dames nog voor. En dan is er ook een gele kaart voor Rick Dekker. Joey Kooi wilde nog even wachten om te kijken of er misschien voordeel in zat voor Groningen. Meter of twee naast. Poging van Rustic. Ook Groningen wisselt. Daar komt Yannick Pol in de ploeg. Maar eerst Wassim Boui als vervanger van Clint Leemans. Opmerkelijke wissel. Hoe fit is Wassim Boui, de huurling van Leeds United? Want die heeft in de voorbereiding weinig gespeeld. En bij FC Groningen gaat Matteo Cachera naar de kant. En voor hem Yannick Pol, die dus zijn debuut maakt voor FC Groningen. De nieuwe spits, 22 jaar, komt van Aalborg. Werd geruild met Tom van Weert. Hij heeft hier in Groningen een driejarig contract getekend. Want dit is een wedstrijd die FC Groningen moet kunnen winnen. De Wierik en Memicevic zijn mee naar voren voor deze vrije trap. Die goed is, maar terechtkomt op het hoofd van Wassim Boui. Nu een countermogelijkheid voor PEC met Namli. Boui aan de linkerkant. Namli omzeilt eerst Rustic. Dat kost tijd. Warmerdam is ietsje sneller dan Boui. Keeper van Groningen nu wel uit positie. Van Duinen kan gaan schieten. Mike van Duinen. Het blok van Memicevic. En aan de andere kant moet Van den Berg verdedigen. En dat doet hij voortreffelijk ten opzichte van de invaller en debutant Yannick Pol. Scamacca. De Wierik kruipt ervoor. Doan. Oh, daar het misverstand. En dus Van Duinen die kan gaan profiteren. Van Duinen, pad, rebound, goal. Van Krooi scoort weer voor PEC, net als vorige week. En PEC Zwolle staat op voorsprong in Groningen. Daar waar je het gevoel hebt dat FC Groningen de wedstrijd controleert. Het misverstand tussen Te Wierik en Zeefuik. Wie lost het op? Uiteindelijk niemand. En dan staat Memicevic hier alleen. Van Duinen is snel. Pat redt wel, maar geeft een rebound cadeau. En die is wel besteed aan Vito van Krooi. PEC Zwolle staat op voorsprong in Groningen. Namli. Dekker, Namli, dat is goed voetbal. Scamacca in de punt van de aanval. Van Krooi wil hem in de voeten. Het wordt Scamacca. En dat is wel een goede redding van Pat. Eerste kans voor de nieuwe spits van PEC Zwolle. Goede vlotlopende aanval. Met een belangrijke rol voor Younes Namli. Groningen moet aan de bak in het laatste kwart. Anders verliest het ook de tweede thuiswedstrijd van het seizoen. Het verloor de eerste tegen Willem II. Twee weken geleden. Lam verdedigt hier. Dekker. Er zal meer ruimte gaan komen voor PEC. En daar weet het normaal gesproken wel raad mee. Van Krooi. Van Duinen kruist. Van Krooi kan gaan schieten. Maar doet dat niet zo goed als vorige week.
voorganger. Ernest Faber won pas in zijn zesde thuiswedstrijd met FC Groningen na 3 nederlagen en 2 gelijke spelen. Mahi. Die wil de boel natuurlijk op sleeptouw nemen. Mimoun Mahi. Dit doet hij goed. Warmerdam. Mahi. Moet zelf. Goeie bal. Antuna, daar was hij bijna. Met zijn eerste balcontact had hij meteen kunnen scoren voor FC Groningen. Na de voorzet van Mahi gaat de bal voorbij aan de nieuwe spits. Paul. Rustic. Doan. Warmerdam kan aan de linkerkant. Die paas wel goed zijn van Doan. Warmerdam. Moest inhouden. Mahi. Rustic. Rustic. Raakt die bal niet vol, maar omdat het een mislukt schot is, bijna nog kansrijk voor Paul. Van Duinen zit er hiernaast. Antuna. Hoekschot voor Groningen. Hoekschot Rustic. En bijna binnengekopt. Ja, het is weer Warmerdam. Voorrust al de man van de kansen bij FC Groningen. Maar ook bij zijn vierde mogelijkheid krijgt hij hem er niet in. Doan, Mahi. Kan het nog voor Groningen? Doan. Goeie voorzet. Daar is die nieuwe spits, Yannick Paul. Maar hij raakt de bal niet vol genoeg. Extra tijd, minimaal 3 minuten. Een duw in de rug bij Mahi, een vrije trap voor Groningen. Mahi heeft het aan de stok met Easy Boué, moet zich gedijst houden. Ja, wel een vrije trap voor FC Groningen op een fijne plek. En wat gebeurt er nu? Wie heeft daar een tik uitgedeeld? Het is nu echt onvriendelijk aan het worden. Daar een knietje van Van Duinen. Wat doet hij nou? Scheidsrechter. Het is niet zwaar wat Van Duinen doet. Beetje een boevenstreek. Maar hij moet het niet doen. Rustic. En Zwolle haalt opgelucht adem. Zo is het. Zeefuik. Doan. Goed gevoetbald door Doan. Rustic, Doan. Kan het nog voor FC Groningen. Lam maakt een gemene overtreding. Mahi duikt er weer bovenop. Het is weer knokken geblazen. Scheidsrechter neemt afstand om het allemaal goed te kunnen beoordelen. Nou, het is nog net geen UFC. Lam krijgt geel voor die overtreding op Doan. Pat is mee naar voren. Sergio Pat. Diep in blessuretijd. Vrije trap van Rustic. Zeilt over Pat heen. Weggekopt door Scamacca. En dan fluit de scheidsrechter af. Is het afgelopen hier. En boekt PEC Zwolle de eerste overwinning van het seizoen. Zwaar bevochten. Je kunt je afvragen of het een verdiende overwinning is. Maar PEC wint hier dankzij de goal van Vito van Krooi. Na het misverstand achterin bij FC Groningen tussen Te Wierik en Zeefuik. En daarvan profiteerde PEC Zwolle optimaal. En weer een nederlaag voor FC Groningen. Alweer de derde van het seizoen.